dames en heren, Jan Kees de Jager! Wauw! Jan Kees de Jager! Ja, wat vind je ervan, Lowland? Ja, fantastisch. Het is natuurlijk super mooi weer. Ze zeiden tegen mij altijd, nou ja, het gaat vaak regenen op Lowland. Nou, jullie hebben het allerbeste weekend van het hele jaar uitgekozen. En de sfeer is ook ontzettend goed. Ik heb al een beetje rondgelopen zo op het terrein. Ja, echt fantastisch. Fantastisch. Nou, fijn dat u er bent. Eventjes ook, ja, oppassen. U heeft een verhaal, maar u wil vooral ook wat vragen beantwoorden. Maar ik zou zeggen, steek van wal en dan komen we op de volgende vanzelf. Ja, want ik dacht, ik heb al zo vaak speeches, al de hele week, dag in, dag uit moet je speeches gaan houden. Maar ik vond het juist erg veel leuker om hier ook eens te luisteren naar jullie, wat jullie nou als vragen hebben. De meest voorkomende vraag, want ik, ja, vandaag, het is toch een beetje erg warm weer en het is ook een leuk festival, dus misschien moeten we niet al te veel over de ingewikkelde financiën en economie hebben, maar dan mogen we hier best vragen over stellen. Maar ik dacht, ik begin maar even dan als aftrapje met één vraag die ik vaak krijg, persoonlijk. En dat is, waarom ben je nou toch in de politiek gegaan als ondernemer? Daar begrijpen we echt helemaal niks van. Veel ondernemers vragen dat ook, maar ook vaak studenten of jongeren. Ja, dat is best wel een heel verhaal. Ik zit nu zo'n 5,5 jaar in de politiek. Ik moest 5,5 jaar die beslissing nemen. Ik had zelf een bedrijf in Rotterdam, internet, IT-ondernemer. En al vanaf mijn studententijd begonnen, was behoorlijk gegroeid. Zo'n 200 man uiteindelijk geworden. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken van ja, wat kan ik nou nog meer? Kan ik nog op een andere manier impact maken? En precies op dat moment vroeg toen de toenmalige formateur en ook leider van de CDA, die vroeg aan mij of ik toe wilde treden als staatssecretaris van Financiën tot het kabinet. En waarom vroeg hij dat? Als ondernemer, dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel, sta je vaak natuurlijk toch een beetje aan de zijlijn van de politiek. En dan zeg je van ja, dit kan beter, dat kan beter. Ik had ook in zo'n innovatieplatform gezeten met hele lijsten van, dat moet toch echt anders daar in Den Haag. En toen zei hij, ja, je hebt al een paar jaar nu wat kritiek geuit, dat het allemaal veel beter kan. Nu mag je het zelf een keer gaan proberen. Iets dichterbij de microfoon. En dan moet je het ook zelf gaan doen, als je het zelf die kans krijgt. Als je echt die kans krijgt om het stuur in handen te nemen en je hebt een paar jaar toch wel heel wat kritiek gehad, zoals ik op de politiek, op Den Haag, dan moet je ook die kans echt aangrijpen. Dat is ook gebeurd. Ik ben toen staatssecretaris geworden en toen ging het heel erg snel. Want we kwamen toen heel snel, die financiële crisis. Toen zat er natuurlijk op dat moment nog een andere minister van Financiën. Als staatssecretaris van Financiën ben je verantwoordelijk voor al die belastinginkomsten, de belastingdienst, de douane, et cetera. Maar ik moest al heel erg veel inspringen voor de toenmalige minister Wouter Bos. Omdat hij enorm in die financiële crisis, die bankencrisis, terecht was gekomen. Uiteindelijk toen een crisis in het kabinet, werd aan mij gevraagd om dat stokje over te nemen, ben ik minister van Financiën geworden. Nou, hoe ziet dat dagelijkse routine nou voor een bewindspersoon, voor een staatssecretaris of minister eruit, wordt er wel eens gevraagd. Nou, ik weet nog heel goed die allereerste dag in februari dat ik op dat ministerie kwam. Je bent ondernemer geweest, een hele andere organisatie. En dat is toch best wel een beetje overweldigend, zo'n heel ministerie. En alles wordt dan ineens, lijkt het wel, voor je geregeld. Supergoede voorbereidingen, mappen met van, nou ja, u heeft de afgelopen jaren dit en dat gezegd dat het verbeterd kan worden. We hebben alvast een opzetje gemaakt hoe dat eventueel in beleid kan worden omgezet. En ik weet nog goed, die eerste dag liep ik weg. En mijn chauffeur, want dan word je natuurlijk opgehaald door ook de chauffeur, die liep met een enorme tas voor zich uit. Ik dacht, die gaat vast naar Lowlands of zoiets toe. Maar ik zei dus, wat ben je van plan met die tas? Hij zei, dat is jouw tas. Ik zei, ja, wat zit daar in godsnaam in? Het woog enorm. Dus ja, ik die tas s'avonds openen. En dan zitten er allemaal enorme stukken in, waar ambtenaren soms wekenlang over hebben voorbereid. En hebben dat helemaal afgesproken en verschillende opties. En dan zeggen ze, dit is het probleem. Wilt u dat oplossen, het probleem? Zo ja, dan heeft u optie A, B, C, D, E. Vindt u daar een optie bij zitten wat u wil? Of wilt u nog een andere optie uitgewerkt zien? En welke optie kiest u dan? Nou, op die manier kun je als bewindspersoon, als minister van Financiën, ook in crisistijd, enorm veel en enorm snel beslissingen nemen. Het is veel minder bureaucratisch dan ik had verwacht. Als ondernemer dacht ik toch altijd, van dat ik zal in een enorme bureaucratie terechtkomen. Maar dat is reuze meegevallen. Goed. Maar ik zou zeggen, stel je vragen. Ja, want we zijn bijna door de tijd heen hoor. Wie heeft... Ja,
Wie heeft er een vraag? We hebben hier twee jonge dames die graag wilden beginnen. Ja. Kom erbij. We gaan even proppen. Jullie er samen? Nou, ik ben Anneke en dit is een vriendin van mij, dat is Annette. En we zijn hier voor het eerste jaar op Lowlands. En we hebben een vraag met betrekking tot de samenleving. Want wij vragen ons af, is het doel van de samenleving nou echt zoveel mogelijk winst maken? Want wij leven op dit moment in een samenleving waar het allerbelangrijkste lijkt te zijn de staatsschuld op te lossen. En wij denken dat het de doels voorbij streeft, omdat het belangrijkste is om samen te leven, samen plezier te maken en ons daar meer op moeten focussen. Op dingen zoals dit. We moeten kijken naar kleine dingen, naar Lowlands. Want Nederland is het land met de meest gelukkige mensen, maar het enige waaraan ze denken is aan de staatsschuld. Goed, goed. Ja. 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 Nee, ik ben het eigenlijk toch wel met de vraagsteller eens. Want het is inderdaad niet het doel. Het is helemaal geen doel van de samenleving om zoveel mogelijk winst te maken. Maar om je goede doelen, dus je hebt moreel gezag nodig. Dus dat is heel erg belangrijk. En een samenleving is veel meer dan dat. Is het mens inderdaad zoals mensen hier samen zijn. Maar mensen in Griekenland zijn echt niet gelukkiger. Je zei het zelf al, dat in Nederland zijn mensen heel gelukkig. Mensen in landen met grote problemen zijn vaak toch ongelukkiger. Dus we moeten de dingen ook niet helemaal laten ontsporen. Dus om de problemen van nu en de problemen van de toekomst op te kunnen lossen, moeten we ook niet alles helemaal laten ontsporen en maar iedere keer die staatsschuld groter en groter en groter laten worden. Dus we moeten de juiste balans zien te vinden. Juiste balans. Ik grijp even juiste balans. Volgende vraag. Wie hebben we? Dag meneer De Jager. Ik ben Ferdinand Zanda. Ik ben van Partij voor Mens en Spirit. En ik vroeg me af, u bent de minister van Financiën. Kunt u nou gewoon kort uitleggen hoe geld geschapen wordt? Waar komt dat geld vandaan en aan wie hebben we die schuld? Wauw. Ja, ja, kan dat in een minuut? Nee, in een minuut. Doe het even in een minuut. In een minuut wordt het heel moeilijk. Op het moment dat banken, dat noemen we dan geldscheppende instellingen, geld gaan lenen, wordt er in principe al een beetje geld geschapen. Maar er is een heel ingewikkeld systeem bedacht met de Europese Centrale Bank. Dus je centrale bank voor één munt. Om te zorgen dat er niet alsmaar meer geld kan worden geschapen. Want dan krijg je een heel groot probleem. Dat had Duitsland in de 30e jaren. Dan wordt er zoveel geld gemaakt dat geld niks meer waard wordt. En dan hebben we echt een heel groot probleem. Want dan kunnen mensen geen brood meer kopen van een maandsalaris. Omdat ja, dat geld niks meer waard is geworden. Dus we hebben daar een heel ingewikkeld systeem voor afgesproken om te voorkomen dat er weer te veel geld komt. Okay. Tegelijkertijd moet er wel voldoende zijn om te kunnen lenen, want bedrijven moeten ook echt geld kunnen lenen om weer te investeren en de economie draaiend te houden. Dus dat is ook weer daar, is het de balans, precies zoeken, niet te veel en niet te weinig geld. Okay. Dan tot slot de staatsschuld, dat is lenen. Dat lenen wij gewoon van bijvoorbeeld pensioenfondsen en banken. Dus overheden lenen, dus doen dat niet via het scheppen van geld. Maar de staatsschuld komt gewoon omdat wij lenen van pensioenfondsen. Maar dat zijn jullie ook weer straks, want jullie pensioenfondsen zitten dus voor een deel ook weer in de staatsschuld. Goed. Met andere woorden, de overheid zit in hetzelfde schuitje als wij allen. De bank, leen je, moet je betalen. Dat kan allemaal vreselijk uit de hand lopen. Maar daarvoor hebben we u. Nog... Om dat te voorkomen? Ja, of. Toch? Nou ja. Wie... Mijn naam is Bas Warmenhoven. Meneer De Jager, u hebt gezegd u mocht aan het stuur zitten. U hebt aan het stuur gezeten een aantal jaren. En u hebt samen met Mark Rutte aan het stuur gezeten in de onderhandelingen binnen Europa. Mijn vraag is, hoe kan het dat wij ondanks een focus op een duurzame omgaan met staatsschuld, wat u net hebt uitgelegd, erin geslaagd zijn, of u met z'n tweeën, dat laat ik even aan u over om dat in te vullen, erin geslaagd zijn om de onderhandelingspositie van Nederland binnen de Europese Unie, waar we toch gewoon aan vastzitten, volledig te verpesten. Waardoor alle diplomaten nu zeggen, Nederland wordt uitgekotst en krijgt niks meer gedaan. Ja, 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 ja. Kijk, er wordt vaak vanuit Nederland, het is typisch een Nederlands trekje, door te zeggen dat lastpakken weinig te vertellen hebben. Nou, ik kan je echt zeggen, in de praktijk, ik heb nu daar 2,5 jaar gezeten. In de praktijk is het tegenovergestelde. Ze bellen echt eerder de Nederlandse of de Finse of de Duitse minister van Financiën
dan een andere minister van Financiën als ze grote beslissingen over de euro willen hebben. Dat is echt de realiteit. Dus diplomaten kunnen zeggen wat ze willen, maar het is realiteit dat als je echt dingen voor elkaar wil krijgen, je soms ook je onderhandelingspositie erg stevig moet neerzetten. Maar je kunt dat niet op ieder terrein doen. Je kunt dat niet op ieder terrein doen. Wat hij bedoelt is, zijn we niet een beetje met als een olifant in een porseleinenkast? Dat iedereen nu denkt van waarom, dat bedoelt hij. Ja, kijk, dat is natuurlijk best ingewikkeld om ook daar weer die balans, het lijkt wel thema van de dag, de balans. Maar dat is, kijk, met name in het begin, want je hebt afgelopen 6 maanden in Nederland niet meer gehoord met dat soort hele stevige opmerkingen. Het is nu echt meer uit Duitsland komt er dingen, Spanje, Italië, Finland ook, om iedere keer weer geluiden, Oostenrijk gisteren ook. Meneer De Jager. Nederland is een land wat in het begin heel stevig, bijvoorbeeld bij het IMF betrokkenheid heeft gezegd, als dat niet gebeurt, dan doen wij gewoon niet mee. Dus we moesten dat heel hard neerzetten, anders waren we nog verder weg geweest. Nog heel kort, heeft u nou spijt van een aantal afspraken of uitspraken? En als u nou naar huis gaat en een lekkere burger pakt, lekker chillt, denk je dan, ik had niet zo stoel moeten doen. Dat was net even iets te... Nee? Nee, kijk, soms moet je, om je onderhandelingspositie echt te bereiken wat je wil hebben, moet je soms net iets hoger, ja, zo werk onderhandelen, insteken. Dat begrijpen heel veel landen. Nederland is zelfs zegt, ja, dat is raar, want hij stak op 110% in. Hij heeft maar 100% gekregen. Ja, maar zo werkt het wel. Dus ik heb daar op zich geen spijt van. Wat ik wel mis is gegaan, en dat moeten we met ons allen realiseren, is dat we de afgelopen 15 jaar geleden, een euro hebben gemaakt die niet voldeed aan de eisen waar een euro aan had moeten voldoen om landen ook er goed bij te kunnen houden. En daar is echt heel veel misgegaan. Men dacht, dat komt automatisch wel, die discipline. Dat komt gewoon niet automatisch. En daarom hebben we dus met terugwerkende kracht gewoon heel veel moeten repareren. Goed, en met andere woorden, want we hebben nog ruimte, maar voor één vraag. Soms moet je er hard ingaan om voor onze belangen op te komen. Precies, want en ik ben toch degene, ik word ook over 10 jaar, als ik al lang weg ben, afgerekend op wat er uiteindelijk door Nederland toen is afgesproken. En soms moet je dan even een beetje hard zijn. Oké. Maar ik doe het wel met een vriendelijke glimlach overigens altijd, hoor. Laatste dus ik heb vraag. Een goede relatie met mijn collega's. Goedemorgen, ik ben Ingeborg. Gisteren zei Herman Wijfels bij de Low University dat hij verwacht dat deze crisis nog zeker een decennium zal duren. Ik begreep net van Andrew dat u gisteren gezegd zou hebben dat mogelijk het einde in zicht is. Wijfels gaf ook aan dat juist de huidige structuren de reden zijn dat we in deze diepe crisis zitten. Veel te veel top-down structuren en te weinig cirkelstructuren. Hoe kijkt u er tegenaan en wat ziet u als een oplossing als het gaat om structuren voor deze crisis? Nou, ik heb gisteren gezegd dat het hier en daar met kleine stapjes vooruit gaat, maar soms ook een stapje achteruit. Nee, u heeft gisteren... Nee. U heeft gewoon... Nee. Ja, want zo gaat het altijd, hè? Sorry. Er stond gewoon einde crisis in zicht. Nee, nou, ik heb eventjes... Wacht even, ik heb even gekeken, hoor, maar... Ja, maar nu doe je precies een fout van mee. Dat heb ik niet gezegd, maar dat geeft niet. Oké, goed. Ik heb eens gezegd, dan kan er iemand een kop boven zetten, einde crisis in zicht. Overigens hoop ik dat natuurlijk wel, hè. Maar het gaat echt nog wel een aantal jaren duren, althans het wegwerken van de schulden. Het vertrouwen van de financiële markten terugwinnen, dat hoop ik natuurlijk dat eerder gaat. Hoe snel is moeilijk te voorspellen. Maar het wegwerken van schulden in de meeste landen in Europa, die zijn in 10 jaar zijn die onevenwichtigheden opgebouwd, dat gaat inderdaad nog behoorlijk wat duren. Dan de oplossing. Ja, dat is een beetje, om dat in heel kort te zeggen, is heel moeilijk. Maar we hebben in september, vorig jaar al, een jaar geleden, een brief geschreven als kabinet. En die wordt in Europa steeds meer nu geaccepteerd als een basisdocument waarin eigenlijk alle elementen, dus de elementen wat wij doen voor Europa en ook voor die Zuid-Europese landen die in de problemen zijn gekomen, maar ook wat die Zuid-Europese landen daarvoor moeten teruggeven, zodat we voorkomen dat we ooit nog op deze manier in een crisis kunnen komen. En dat zijn hele strenge afspraken waar ook zware sancties aan vastzitten. Want wij willen dat terug hebben. Wij willen niet een blanco cheque geven. En dat is eigenlijk ja, die combinatie met een aantal maatregelen. We hebben daar een stuk of 10, 20 maatregelen in genoemd. Tot met bijvoorbeeld een Europees bankensysteem aan toe. Want nu moeten we vaak landen redden omdat anders via de banken het probleem kan overslaan op ons land. En dat willen we voorkomen.
En dat hebben we allemaal in die brief geschreven. En Nederland is de eerste geweest met een integrale visie om op die manier uit de crisis te komen. En steeds meer landen nemen dat nu over. Ja, maar mag ik dan toch iets vragen? Ondertussen wil ik weten of we nog heel even, hoe lang we nog hebben, Isabel? Ja? Oké, heel kort. U heeft nu ook weer een verhaal over, nou, wij waren de eerste, een integrale visie voor Europa. Maar als ik de tv vaak aandoe, ook tijdens uw regering, hè, dan had ik de indruk dat je bijna niet mocht zeggen dat Europa belangrijk is. En dat dingen met banken ook centraal moeten en samen. Terwijl u dat eigenlijk nu wel herhaalt hier. Ja, ja, hoe kan dat dan toch? Dat het, als ik de politici zie, van uw partij ook, dat er toch wordt gezegd, nou pas maar op met dat Europa. Hop, hop, hop. Maar dat u hier eigenlijk zegt, we waren de eerste en het moet nog verder, we moeten nog meer. Ja. Hoe kan dat? De oplossing van deze crisis is echt niet minder Europa. Dat klinkt, dat is populistisch, hè? Dat is makkelijk, dat scoort kiezers. Maar de oplossing zit hem niet in minder Europa. De oplossing zit in een beter Europa met betere regels, betere afspraken om te handhaven. Goed, nog één vraag dan. De laatste. Ja, Jan, ik vind het wel echt cool om aan jou een vraag te stellen hier. Maar ik zie je altijd op tv heel passievol praten. Maar wat ik me nou eigenlijk afvroeg is niet een moeilijke vraag, maar wat is jouw ideaalbeeld over Nederland in de toekomst? En dat kort en krachtig, niet zo heel lang. Gewoon vanuit het hart. Want ik denk dat dat wel mist vaak. Dat politici communiceren vanuit het hart. Mijn ideaalbeeld voor Nederland, en gek genoeg zit Nederland daar relatief nog dichterbij dan veel andere landen, is inderdaad een samenleving waar mensen zichzelf kunnen zijn. Waarbij je je eigen idealen kan uitdragen zonder dat je daarvoor op straat het risico loopt om aangesproken te worden of in elkaar geslagen te worden. Dat je jezelf kunt zijn. Of het nou gaat om je overtuiging van je leven, over je geaardheid, alles dat je gewoon vrij bent om dat te doen. Maar niet een samenleving van allemaal individualisten. Want dat kan ook daartoe leiden. Maar zoals hier, dat je ziet dat mensen wel weer bij elkaar komen om samen hun zorgen, maar ook lief en leed te delen. En echt met elkaar als het ware bouwen aan die samenleving. Waar ook ruimte is om de kwetsbaren te helpen. Dus niet zeggen ieder voor zich en God voor ons allen, bij wijze van spreken. Maar tegelijkertijd ook wel weer ruimte is voor individuen om zich te ontplooien zonder hindermacht vanuit de overheid. Nog één vraag. Gaat u dat fixen? Nou ja, mij wordt heel veel de vraag nu gesteld, ben je straks nog beschikbaar als eventueel als minister van Financiën? Nou, ten eerste is natuurlijk eerst het woord aan de kiezer. Ja, dat klinkt een beetje makkelijk, maar dat is natuurlijk wel zo. Ik heb dat niet voor het zeggen, heeft de kiezer voor het zeggen. Dat ten eerste. Ten tweede moet ik nog denken ook over mijn eigen toekomst. Zeg ik gewoon heel eerlijk bij, ik kan heel makkelijk zeggen als er genoeg steun, weet ik het zeker. Ik weet het ook nog niet 100% zeker. Het is best wel een lastige klus. Ik heb het straks 6 jaar gedaan. Het is een fantastische tijd geweest. Maar ook een hele zware tijd, want een hele zware wissel ook op je persoon. Ik klaag er overigens niet over, want je kiest er zelf voor. Maar je kunt er ook zelf voor kiezen om wel of niet... Wat ga je nou doen, Jan Kees? Wat ga je doen? Vertel het nou gewoon. Dat weet maar... Vertel het nou dat gewoon. Dat kan maar één persoon antwoorden. En dat ben ik zelf. Ja. En ik ben er gewoon nog niet over uit. En dat is het eerlijke verhaal. Ja. Want ik kan nu heel makkelijk iets anders zeggen. Maar dan zeggen jullie... Mag ik een applaus voor Jan Kees de Jager? Ja. Jan Kees de Jager! Ja, dat mag u zo... Ik wil nog even weten, vond u het zelf leuk? Ja, ik vond het echt super. Ik vind het echt 1000 keer leuker dan een debat in de Tweede Kamer. Dank je. En u moet ook we hebben u nodig, u moet gewoon blijven. Wat jullie niet weten, meneer de Jager heeft mij net verteld dat toen ze de regering hadden, er was er Rutte en er was er nog een andere meneer, iets met een W, en die kregen ruzie in het torentje. Totdat hij binnenkwam. Stop this. I am the boss. Jan Kees de Jager, mensen. Zoals vandaag. Zie ik jullie morgen in de India. 11 uur. Be there or be square. Low gender. Tot ziens.